gymnastisch aan de start voor de zevende ronde in de strijd om de wereldtitel met van pole position Rolf Wieland en Kurt Baltiesberg met naar de eerste plaats Egbert Strooyer en Gerald de Haas. Strooyer neemt de kop. Hij doet dat voor Wieland en Baltiesberg en voor de favorieten voor deze koers, de winnaars van vorig jaar en de regerende wereldkampioenen Webster en Hewitt. Op hun schouders ligt de zware druk om tijdens hun thuisrace optimaal te presteren. Misschien dat zowel Egbert Strooyer als Rolf Wieland van die druk gebruik kunnen maken, kunnen profiteren om de combinatie van Webster en Hewitt weer onder de duim te houden. Voorlopig is Egbert Strooyer als eerste weg. Had een razendsnelle start, een mooie start ook, en heeft ruim de kop genomen. Lijf aan lijf gevecht hier bijna tussen Webster en Wieland. Webster die koste wat het kost de aansluiting wil vinden met Strooyer. En daar heeft hij gelijk in. Immers laat je iemand te ver weglopen, dan is het vreselijk moeilijk om die achterstand te overbruggen. En nu zo hangend aan het grote brede achterwiel van Egbert Strooyer heb je de zaken nog redelijk onder controle. En dan zijn ze aan kop. Webster via een mooie manoeuvre uit de slipstream van Strooyer komt hier. Dat geeft hem wat extra snelheid. Dat geeft hem wat extra vermogen. Pakt hij de leiding van Egbert Strooyer over. Webster en Hewitt dus voor Strooyer en de kleine Gerald de Haas. Dan Wieland en Baltiesberg. Dan op een vierde plaats Steve Abbott en Sean Smith. Mannen die eigenlijk outsiders zijn, die normaal gesproken niet bij de eerste 10 combinaties kunnen rijden, maar die zich nu genesteld hebben op een vierde plaats voor Alain Michel, die de vijfde plaats voor zich heeft bedongen. Michel, dan de gebroeders Egloff, dan Rolf Steinhausen, Stultz-Scherer en Brindley. Dat zijn de bekende namen op de zesde, zevende en achtste plaats. En dan wordt Strooyer voor de tweede keer in deze wedstrijd verrast. Ditmaal niet door Steve Webster, maar door Rolf Wieland. Wieland pakt nu ook de tweede plaats af van Egbert Strooyer. Alain Michel en Jean-Marc Fresque op een vierde plaats in de stand om de titel. Ook op een vierde plaats in deze race. Komt nu zo sterk binnen door dat Gerald de Haas om zijn billen moet denken. Want anders worden die zelfs aangetikt door Alain Michel. Michel die nu laat zien dat hij nog steeds kan vechten en dat hij geenszins geïmponeerd is door de drievoudige wereldkampioen Egbert Strooyer die voor hem rijdt. En dan is het gebeurd. Egbert Strooyer moet inleveren, althans hij moet zijn derde plaats inleveren aan Alain Michel en Jean-Marc Fresque. Hij probeert nog met het uitaccelereren er voorbij te steken, maar dat treft geen doel. Nee, Egbert Strooyer rijdt op een vierde plaats, een wat tegenvallende plek als ik het zo mag zeggen. Egbert Strooyer probeert ernaast. Gaat er voorbij. Pakt de derde plaats terug door uit de slipstream te komen bij Alain Michel. Michel die tot dan toe zijn derde plaats prachtig wist te verdedigen. Alain Michel die over een 12 Grand Prix wist te winnen. Vergeleken bij het Egbert Strooyer niet zoveel minder. Hij won er 16. Maar vergeleken met Rolf Wieland enorm veel minder. Hij won er inmiddels 54. Rolf Wieland dus. 54 Grand Prix overwinningen, nu op een tweede plaats. En Egbert Strooyer komt terug, maar hoe sterk? Egbert Strooyer is Rolf Wieland en Kurt Waltiesberg nu toch wel zeer dicht genaderd. Mogelijk was het toch een kwestie van bandenkeuze. En heeft Strooyer gekozen voor een wat hardere compound, terwijl hij nu naar een tweede plaats steekt. Een wat hardere rubber samenstelling, waardoor je gedurende het tweede gedeelte van de koers over een wat betere bandvastheid beschikt, terwijl de banden van Rolf Wieland misschien wat eerder zijn versleten. Webster heeft in ieder geval goed gekozen, althans voorlopig. Hij heeft meer dan 13 seconden voorsprong op de inmiddels weer op de tweede plaats rijdende Strooyer en de Haas. Zij passeerden Wieland en Baltiesberg na hevig belaagd geweest te zijn.
door Alain Michel en Jean-Marc Fresk. En met die Franse combinatie krijgt nu ook de Zwitserse combinatie te doen. En dan moet er wel heel veel gebeuren, wil de overwinning aan deze combinatie voorbij gaan. Webster en Hewitt, en wat is er mooier dan je thuis Grand Prix winnen? Winnaars, Webster en Hewitt. Formidabele prestatie met zo'n 13,5 seconden voorsprong op de eveneens toch goed gepresteerde Egbert Strooyer en Gérald de Haas. Dan in derde positie Rolf Biland en Courtois Thysberg. En als vierde Alain Michel en Jean-Marc Fresk. Met deze overwinning hebben Webster en Hewitt hun leiding in de stand om de titel behoorlijk verstevigd. Nu 115 punten voor de op de tweede plaats liggende Strooyer en de Haas met 103 punten. Terwijl Rolf Biland en Courtois Thysberg de derde plaats kunnen handhaven in de stand.